Welkom bij het voorlichten bij het commerciële medewerken. Mijn naam is Mustafa en dit is mijn eerste jaar. In deze video vertellen we alles over de werkzaamheden die je doet. Daarnaast vertellen we ook over de eigenschappen en de uitstroomrichting. Als laatst vertellen we over de vakken en de feiten in het kort. Als commerciële medewerker werk je bij de afdeling verkoop of bij klantenservice bij bedrijven. Je adviseert, je verkoopt, je onderhandelt en je haalt nieuwe klanten binnen. Daarnaast leer je hoe je klantgegevens en afspraken kunt verwerken. Wil je aan de slag als commerciële medewerker, dan is het belangrijk dat je aan de volgende eigenschappen beschikt. De eigenschappen zijn commercieel, nauwkeurig, sociaal. Daarnaast is het handig dat je flexibel bent en stressbestendig. Bij de opleiding commerciële medewerker word je opgeleid om bij groothandel te werken. Dit is een verschil met werken in detailhandel. Met een diploma commerciële medewerker kan je aan de slag bij een bedrijf. Daarnaast kun je ook verder met de niveau 4 opleiding. Denk je bij een vestigingsmanager in groothandel, junior accountmanager en internationaal handel. Hi, mijn naam is Marleen en ik geef les bij de opleiding commercieel medewerker. Naast de reguliere vakken Nederlands, Engels en rekenen volg je beroepsvakken als sales, marketing en calculaties. Ook werk je veel aan praktijkprojecten onder begeleiding van docenten. Naast de verplichte vakken kun je kiezen uit een aantal keuzedelen. Denk hierbij aan internationalisering, duurzaamheid, ondernemerschap en Spaans of Duits. Je kunt starten aan de opleiding commercieel medewerker met een VMBO-kaderdiploma. Ook kun je instromen met een niveau 2 diploma. De opleiding duurt 2 jaar. Je kunt hem zowel in de BOL als in de BBL variant volgen. Wil je de opleiding in een BBL variant volgen, dan moet je een stageplek hebben van tenminste 20 uur bij aanvang van de opleiding. Tijdens je opleiding loop je zowel in het eerste als in het tweede jaar stage. In het eerste jaar ben je 3 dagen gedurende een half jaar op stage. In het tweede jaar ben je een half jaar op stage en kom je niet terug op school. Ik hoop dat wij indruk hebben gegeven van de opleiding commerciële medewerker. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact op of kijk op www.deltium.nl. Bedankt voor het kijken en succes met je studiekeuze.